een week voor de bevrijding heb ik een stormgeweer achterover gedrukt van de drie Duitse soldaten die ons met twee paarden voor waren. En onze paarden moesten de stal uit en hun erin. En die zaten een wagen achter op deel, maar ik had dat gauw gezien. We waren zeer geïnteresseerd in die Duitsers, dat jongens. Wat die allemaal hadden, er lagen wel 7, 8 wapens op die wagen, onder een zeil. En hoge schoenen en van al, en zakken met haven voor de paarden. En toen ze bleven 3 dagen en toen trokken ze gingen eens onder de paarden te borstelen, te wollen ze vertrekken. En toen ze waren al die zwart beetje wagen aan ze stro van boom gehaald en sliepen zonder. En toen ze even een onbewaakt ogenblik heb ik een wapen afgetrokken. Ik heb hem nog steeds vastgelast. Ik kan niet meer schieten, dat hoef ik niet. Maar ik heb hem nog steeds. Kom maar hier met je tranen. Kom maar hier met je angst. Kom maar hier met je verhaal. Zelfs diep in de nacht. En kom maar hier met je hart. Kom maar hier met je koude hand. Kom maar hier met de lat die te hoog ligt. En we maken alles weer zacht. Waarom verdient Jan Massink? Waarom verdient het verhaal van Jan Massink in de oorlog dit boek? Nou, ik sprak onlangs nog doet hij het? Ad van Liemt. Meest van u kennen hem waarschijnlijk wel. Zeg maar de Lou de Jong, de huidige Lou de Jong. Hij is geregeld op televisie, een absolute oorlogskenner. En hij zei ook nog wel eens dat het uniek is dat één fotograaf de hele oorlog door zoveel foto's heeft gemaakt. Er zijn natuurlijk heel veel foto's van de oorlog, maar veelal door allerlei verschillende mensen gemaakt. En Jan Massink heeft blijkbaar beschikking gehad over voldoende filmpjes, want dat was vaak het probleem. Heel veel mensen hadden geen filmpjes, hadden wel een fotocoestel, ook niet zoveel. Maar en heel veel mensen hebben ook, als ze een filmpje hadden, het filmpje bewaard tot de bevrijding. Omdat ze dachten van, als de bevrijders komen, dan wil ik dat vast kunnen leggen. Dus die hebben de hele oorlog door niet gefotografeerd met het ene filmpje. En Jan Massink, ja, hoe hij eraan is gekomen is onduidelijk, maar blijkbaar had hij voldoende films. Hij was heel zakelijk, heel feitelijk, bijna journalistiekachtig. Dus hij gaf ook heel weinig zijn mening. Maar tegen het einde van de oorlog, zeker als zijn huis wordt gevorderd in de september 44, dan komen de Duitsers daar, hakken al zijn peren en appelbomen op om en dan worden de Duitsers natuurlijk plotseling moffen. En dan klinkt er wel een mening door. Ik weet wel dat ik aan het typen was en dat ik dacht, nou, ik neem me voor, ik ga vandaag 1 bladzijde typen. Ja. Maar ja, dan word je wordt zelfs zo meegetrokken in die oorlog. En nou ja, dan ben je aan het typen en denk, nee, ik doe toch nog 1 bladzijde meten wat de volgende dag gebeurt en de volgende dag gebeurt. En ja, dat vond ik dan toch wel interessant. Denk, je wordt echt wel meegenomen in de oorlog hier in Doetinchem. Er is meestal sprake van een eerste exemplaar. Het is met z'n tweeën. Dus we willen jullie alle 2 een exemplaar aanbieden. Dus Inge wordt ook wel Inge genoemd. Dus daarom nog zijn. Dan ga ik Inge. Ze noemen heel vaak Inge. Ik denk nou, Inge aan Inge. Dan, nee, is met hier. Ja, dat ja, wel. Met heel veel. Het fenomeen autoriteit, dat ontbrak totaal aan hem. Ja. Een goede eigenschap voor een leraar. Ik weet niet of dat een goede. Op sommige momenten heb je dat nodig, autoriteit. En dat. Dus het was bij tijden wel een zootje. Ja, dat moet voor hem ook geen lol zijn geweest. Dat hij dus voor zo'n zootje gaaiers les moest geven. Die nooit naar hem luisterde, die gewoon met allerlei andere dingen bezig was. Maar goed, het had ook een beetje te maken met het vak van staatsinrichting en recht. Dat zijn natuurlijk van die vakken. Ja, ik zou er nu nooit meer naartoe gaan bij wijze van spreken. Veel theorie. Ja, saai. Ja. Ja. En Gary, hoe was Joep als leerling? Dat weet ik niet. Ik ben dus leerling van Jan Massink geweest vanaf 60.
En jij daarna, denk ik? Ja. Daarna kwam, dus kwam die groep van leerlingen die zich niet konden gedragen. Wij waren heel brave jongens. En een heel klein klasje. Ik zat in een HVSB-klas met 16 leerlingen. Dus dat was best aangenaam. En hij was ook best aardig tegen ons. Maar het was voor mij gewoon die merkwaardige man die best aardig was. Soms had hij blijkbaar een heel moeilijke klas gehad. Dan kwam hij bidden. Ik denk van nou, dat is een herinnering dan. Dat je ons bedreigde met een stok. Nou, een klasgenoot van mij, Gertje Albing, hetzelfde. Die pakte hem de stok af. En die zei, meneer, dan word je niet geslagen. En toen ging hij gewoon lesgeven. Er was helemaal niets aan de hand. Dat is de enige leraar waarvan ik niets geleerd heb. Dat spijt me. Kijk naar de stroming van het water. Het geeft je de richting waar je heen mag gaan. Drijf mee van hoog naar laag. En je doet vanzelf wel de haven aan.